Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je bij een Suzuki Jimny uit 2000 met een 1.3 de bougies moet vervangen. Hieronder zitten je bougies. Je begint met dopje 10 met deze loshalen. Vervolgens pak je deze vast, die trek je omhoog. Die kunnen best vastzitten. Hang je even opzij. Zo, en de laatste. Zo. We hebben de vier pluggen eruit. We hebben een bougiedop nodig, verlengstuk en een ratel. En daar hebben we de eerste bougie. Ziet er gewoon nog goed schoon uit. Pak je de nieuwe bougie, die zet je erin en die laat je langzaam het gat zakken. Eerste stukje draai hem even met de hand. En dan op het moment dat je voelt dat hij gewoon goed in de draad zit, pak je sleutel erbij. En draai hem vast, niet super vast. En zo gaan we verder. Deze twee weer terug. Goed aanduwen. Pauze er weer in. En we zijn klaar. Terwijl ik hem vastdraai, vergeet vooral niet om eventjes op abonneren te klikken. Even een like achter te laten. En een comment achter te laten wat je van deze video vindt. En dan nu het belangrijkste, testen. En dat is hoe je de bougies van de Suzuki Jimny vervangt. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Laat even een comment achter. Druk even op abonneren. Druk even op belletje. En druk even op het duimpje.